Het dierennieuws gaan we behandelen met Bas Steltenpol. En Bas, je hebt allerlei prachtige foto's gestuurd. Vers van de pers, wat is het laatste nieuws? Nou, ik weet niet welk plaatje je als eerste hebt, want ik heb allemaal nieuwe dingetjes. Nummer 1. Je hebt gewoon nummer 1 aan ons toegestuurd. Kijk, geboorte. Dit is wel heel leuk. Dit was van de week. Werd ik s'avonds gebeld. Werd je s'avonds geboren? Ja, met de boormachine van mijn vader. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik werd s'avonds gebeld en... Dat was een schapend lammer. En nou, meestal heb ik de eerste zo, weet je, rond de oud en nieuw, dan is het al vroeg. Maar dit is gewoon heel vroeg voor deze tijd. Want ja, de meeste lammetjes worden natuurlijk in februari, maart. Hoe komt dat dan? Door die temperatuur in één keer weer die los gaat? Deze is natuurlijk eerder, de ram heeft eerder de zomer in de bol gehad, zullen we zeggen. Maar deze ooi is geïmporteerd uit Ierland. Dus daar zal het wel een klein beetje mee te maken hebben dat hij wat vroeg was. En ze belde me dat hij liep al een tijdje met zijn staart van huis, zeg maar. Maar er gebeurde verder niks. Noemen ze dat echt zo? Hij liep met zijn staart van huis? Dan houdt die staart omhoog. Dan zijn ze wat ongemakkelijk, maar er gebeurt verder niks. En ze hadden op een gegeven moment wel gezien dat de vruchtblaas, het vruchtwater eraf gekomen was. Dus toen werd ik gebeld en... Toen voelden we even, het was een mooie drieling. Alleen de eerste die zat eigenlijk alleen met zijn kontje voor de uitgang. Dus dan heb je een soort kurk in de fles. En dat ging niet. Dus dan ga je er met je hand in en dan moet je... Moet de drieling is een aardige puzzel. Want dan heb je natuurlijk overal pootjes en kopjes en lijfjes. Is deze? Dus heel even goed te nadenken en voelen. En toen werden vrij vlot drie mooie ooilammetjes geboren. En ik vind dat heel leuk voor... het is vroeg voor deze tijd van het jaar. Maar als je nu buiten kijkt, dan is het bijna voorjaar. Dus, Wie is die meneer die erbij staat trouwens? Dat is de eigenaar. Dat is de vader. Oh, oké. Okay. Yes, dat is de ram. Pas maar op. Ja. Oh, dat zou wat zijn. Die was er blij mee. En, weet je, ziet, er wordt meteen goed voor gezorgd. En lekker droog gevreven, de lammetjes. Ja. En moeder doet er ook mee. Dus, maar dat kan verder geen kwaad, omdat ze natuurlijk... normaal gesproken wat later geboren worden. Nee, dat kan helemaal geen kwaad. Okay. Als die beestjes genoeg melk hebben en de schaapjes worden goed gevoerd. En de schaapjes op het droog hebben. Daarom is het helemaal geen probleem. Ja. Mooi. Dus dat was van de week. Nou, en van de andere. Dit is van vanmorgen. Dat ziet er niet best uit. Nee, hoe zien we op de foto? Voor de mensen die met ons meeluisteren. Ja, precies. Dit was een vaas en die moest aan het kalven. Maar het kalf was even te groot, dus dat kon er niet zo uit. Dus hebben we uiteindelijk een keizersnee gedaan vanmorgen. En vroeger deden we heel veel keizersnee. Daar kwam het best vaak voor. Maar tegenwoordig is met de fokkerij is men al zo ver dat bijna alle kalfjes worden... of tenminste heel veel worden via de normale natuurlijke weg geboren. Alleen een enkele keer deze vaas, dat wisten ze natuurlijk ook niet van tevoren... die had gewoon een heel nauw bekken. Nou, ja, dan is het echt mooi dat je een keizersnee kan doen. En dit is dan ook nog eens een vleesbeest, dus een blonde Aquitaine. Dus je kan de foto's even doorklikken. Dan, maar het valt me op dat je de keizersnee aan de zijkant doet. Bij koeien doen we dat eigenlijk altijd staan. Dus de koe wordt gewoon vastgezet. Die wordt eigenlijk alleen lokaal verdoofd. En dat doen we, dat is een klein beetje wat vroeger de tandarts gebruikte om te verdoven. Dus dat spuit je gewoon in waar je hem snijdt. En dan snij je eerst de huid in. En inderdaad, de koe blijft gewoon staan. En dan heb je drie spierlagen. En dan het buikvlies. En dan ga je op zoek naar de baarmoeder. Want een koe die heeft twee hoornen. Dus het kalf kan in één van de twee hoornen liggen. En dan moet je hem er een beetje uitfriemelen, zeg maar. Snij je de baarmoeder in. Kalf eruit. Nou, we hadden hier een mooi levend kalf. En je ziet, spoedhulp, verloskunde voor de dieren, voor de koeien en de paarden... is het nog super geregeld in Flevoland. Want je ziet, hier wordt binnen een half uur een keizersnee gedaan. Ja. Operatietafeltje staat erbij. Allemaal gewoon een mooi steriel spul. De koe is keurig geschoren en alles is gedesinfecteerd. En hier zie je het resultaat. Mooi levend lammetje. Of kalfje. Alles wel. Dus, alles wel. Nou, moeder dat is en toch kind. Mooi. Dus ik denk dat, het is geen Hollandse kalf. Het is echt een... Nee, echt een Franse blonde Aquitaine. Dat zijn eigenlijk vleestieren. En deze is wel leuk om te vertellen. Die lopen eigenlijk het hele seizoen heerlijk in de natuurgebieden. Van alle soorten gras en kruiden te knabbelen. En dan rond deze tijd van het jaar worden ze op stal gezet. Ja. En dit is natuurlijk... een deel hiervan wordt straks met de kerst lekker opgepeuzeld. Het is toch bijzonder dat je zo'n keizersnede aan de zijkant doet inderdaad. Terwijl de beest dan gewoon staat. Ja. Ook direct weer staat na zo'n... Ja, want hij staat hier natuurlijk... De koe zelf heeft er eigenlijk heel weinig van te lijden. Want je ziet, hij staat al bij zijn kalf. Ja. En die gaat gewoon weer eten en drinken. En, maar hoe lang duurt het dan voordat die wond dicht is? Meestal met 2 weken halen we de hechtingen eruit. Oh, ja. En dan over het algemeen zit de wond alweer aardig aan elkaar. Hoor. En dan, Mooi. Dus mooi dat zo kan. Hè? En dan, natuur, net wat ik zeg, dat is een beetje op de boerderij improviseren. Maar dan hebben we alles bij ons als dierenarts. En Worden de dieren ter plekke geholpen. Heel happy word ik altijd van Bas Steltenpol en zijn dieren.
Hebben net, een vogel. Een vogel hebben we ja, nu. Is dat van Adriaan? Die is van Adriaan. Maar we deze, hebben nu Bas hier in de studio en Adriaan. Ja, deze die was al een tijdje ziek. Hè. Allemaal testjes gedaan, konden ze niks aan vinden. En toen heeft Adriaan vorige week met de endoscoop inwendig gekeken. En toen kon hij een diagnose stellen. Die had hele grote nieren. Inmiddels wordt hij behandeld. En knapt hij ook al aardig op. Maar ik vond dit gewoon... Ja, dit is een mooi plaatje. Is net zo de Gouden Eeuw zo voor dat potkacheltje. Ja, wat is het voor vogel? De kiekendief? Nee, dat is niet de kiekendief. Jij bent het. Ja, een valk is dit. Ja. Oké, okay, en die moet nu opknappen en dan ja, kan die straks ook weer jagen? Ja, waarschijnlijk wel, als je dat zou willen wel. Ja, dit is wel een al wat ouder exemplaar, maar goed, je zorgt natuurlijk goed voor zo'n beetje. Dus. Hoe oud is deze? Want dat zie je, dat ik zie je een beetje 12 vacht, jaar of zo was. Ja. Oh, maar dat is toch dat is bijna tegen het eind, denk ik. Ja, dat is vrij aan de leeftijd. Kan bijna, dus kunnen wel maar, wat ouder worden, maar... Kan bijna zeg maar echt op het vuur. Dat is voor jou, hè? Oh, ja, jij wilt wild eten, zeker? Ik ben helemaal niet zo dol op wild. Jij wel? Nee? Ja, sommige wild is wel heel lekker, hoor. Ja, ik word er niet erg wild van. Maar wild vind ik altijd... Dat wist ik ook niet meer. Ik las dat een keer ergens. Wild moet je eigenlijk redelijk vers eten. En vroeger had natuurlijk alleen de adel die at wild. Ja. En tijdens een jachtpartij werd een paar dagen lekker gegeten. En de rest werd opgehangen in de kelder. Mm-hmm. En dan later werden de mindere goden uitgenodigd. Maar ja, dan werd je toch uitgenodigd bij de graaf of de baron. En dan ging je wild eten. Maar dat was natuurlijk eigenlijk wild. Wat misschien al 1, 2, 3, 4 weken oud was in de kelder. Maar een beetje stuggig. Een beetje stuggig. En er worden vaak scherpe smaken. En dat moet je dan camoufleren met hele stevige sauzen en dikke wijnen. Ja. En daar komt voor een deel vandaan dat bij wild altijd hele stevige sauzen gegeten wordt, omdat je nog steeds denkt, ja, wild moet besterven. Het moet wel wat besterven. Maar geen maar weken. Het is niet zo, geen weken. Maar dat komt daar vandaan, wist ik ook niet. Ik vond het wel interessant. Het is natuurlijk, jij bent hier dit jaar niet meer, dus jij gaat straks ook de kerst in. Staat er dan bij jullie wild op tafel? Want dit is het wildseizoen, hè, wat nu aanbreekt. Schiet je dat dan zelf? Ik weet het zo nog niet. Soms dan heb ik een haas, weet je wel. Soms eten we gewoon lekker een biologische kip of zo. En ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon dat er ergens een ree aangereden is en dat dan... is overleden, nou, dan meld ik dat keurig bij de jachtopzichter. En als het verder, weet je, niemand in de buurt is of die er zich aan kan storen, want het beest moet toch opgeruimd worden. En als de jachtopzichter druk is, dan kun je vaak best zo'n dier nog prima consumeren. Mits hij natuurlijk net het een verse aanrijding is, zeg maar. Dan is het natuurlijk niet anders dan dat een dier geschoten is. Wat erg eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, dat is de kringloop van het leven. Ja, in die zin niet erg, maar dan denk ik, zo'n beest is dan aangereden en die gaat dan met jou mee. Dus eigenlijk is dat beter dan wanneer je zo'n anders gaat hij naar de rendak. En dit zijn natuurlijk gewoon verkeersongelukken. En dan, niet dat het heel vaak voorkomt, maar dan doe je zo'n dier nog wel eer aan, zeggen ze wel eens. En kijk, als je al 3 weken ligt, is het weer een ander verhaal. Je moet ook maar weten hoe je doet. Je moet ook maar weten hoe dat allemaal... Als dierenarts ben je natuurlijk... normaal de vleeskeuring in Nederland gebeurt door dierenartsen. En als dierenarts ben je daar natuurlijk voor opgeleid en voor getraind. Dus je kan wel beoordelen of zo'n dier veilig geconsumeerd kan worden. Ja. Dat is wel iets wat dat moet je wel weten. Dat moet je wel weten. Je kan niet als ik Dan kan het ook verkeerd aflopen. Ja, wat kan er dan verkeerd? Nou, vroeger gebeurde er best wel eens wat voedselvergiftiging. En vroeger als je dan een dier had, bijvoorbeeld... vroeger had je de noodslachting. Hè? Als dan een dier... Ja, ze dachten, hij wordt niet helemaal meer beter. Dan ging je naar een aparte slachtplaats. Er werd er extra goed door de keurmeester naar gekeken. Ja. En dan mocht dat vlees... aan beperkte kring nog verkocht worden. Dus met in het achterhoofd ook, dan worden er nooit meer dan 10 mensen tegelijk ziek, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dat was ergens wel een hele mooie manier om dieren nog, waarvan je wist, die worden niet meer beter, die wel veilig zijn om te consumeren, die kon je dan even goed nog opeten. Tegenwoordig is het vaak zo van, zijn die regels voor een deel ook terecht zo streng, maar kun je ook niks meer met zo'n dier. Dus dan heb je als het risico dat zo'n dier langer blijft lopen dan eigenlijk goed is. Maar ja, je kan er toch niks meer mee. Dus dan heb je altijd nog een heel klein beetje hoop dat hij misschien beter wordt. Ja. Maar ja, dat wil soms... is dat niet altijd goed voor dierenwelzijn. Maar dat geeft ook aan dat het soms best een heel dilemma is hoe je met dat soort dingen omgaat, zeg maar. Ja. Want er zit ook bij vaak een emotioneel belang. Er zit soms een economisch belang natuurlijk. En wat gewoon heel belangrijk is het dierenwelzijn. En dat wil je natuurlijk vooral dienen. Nou, dat dierenwelzijn is inderdaad belangrijk. Want ik hoor vaak bij consumentenprogramma's bijvoorbeeld... Dan hebben ze wildvlees gehaald uit de supermarkt. Dat blijkt inderdaad wat jij zegt al
weet ik het, hoe oud te zijn. Weken oud is dat heel stug vlees waar je inderdaad heel veel saus over moet doen. Dus je kan het beste dat niet daar kopen. Maar waar moet je het dan halen? Gewoon, gewoon bij de vakman. En dat is toch weer dat is lastig, hè? Want een beetje de polier, lokaal. Polier, vroeger had je echt een goede polier. Ik ken ook nog wel eens... Maar je zegt vroeger, hè? Tegenwoordig zie je steeds minder van dat soort speciaals. Nou, dat is gewoon lastig. Maar dat zie je nu in de hele detailhandel. En nu nog wel, maar had je vaak slagers die zelf nog een stier uitzochten. Ja, dat kleine. Nou, dan kon je inderdaad wildslagers, maar dan kon je prima goed kwaliteit vlees eten. Maar ja, in Holland zijn we in die zin, wij hebben ook veel minder die cultuur. Hè. Als je kijkt naar de Belgen, dan mag een goed stuk vlees ook wat kosten. En wij gaan het toch gauw naar de kiloknaller als het maar veel is. Ja. Maar kwaliteit kost gewoon geld. En gelukkig zijn er hier natuurlijk in de buurt best een aantal van die keizersnee die we net lieten zien. Dat zijn vleesdieren die het hele jaar door in natuurgebieden lopen van het Flevolandschap. Nou, zo zijn er nog een paar veehouders hier allemaal vlakbij. Ja. En die vaak ook zelf slachten of laten slachten. En dan kun je dan vleespakketten kopen. En dan heb je echt een goede kwaliteit vlees. Nou, en van wild, ja, ik vind het wel eens lastig. Want inderdaad, veel van dat wild komt dan uit Schotland of uit Argentinië, de haas en alles. Terwijl denk ik, ja, dan heb je hier in je eigen land op de Veluwe kun je prima kwaliteit waarom moet je het zo verhalen? Waarom moet je het zo kost een paar centjes meer. Ja. Misschien? Nou, dat nog geen eens altijd. Maar het is ook wel eens op het moment dat het natuurlijk ver weg keurig verpakt zit in de Lidl. We zijn natuurlijk ook een beetje van de gemakken voorzien. Hè? We gaan het liever naar de supermarkt, gewoon waar alles bij elkaar ligt. Hoeven we ook niet meer apart naar de supermarkt. Nee. Of een slager apart naar de groenteboer. Nee, hoeft niet meer. En wat je natuurlijk vaak ziet, ja, als je vlees eet, dan moet toch een dier voor sterven. Ja. Ja. En dat willen we natuurlijk ook graag steriel houden. Van, heel veel mensen willen daar niet mee geconfronteerd worden. Maar ja, het hoort er wel bij. We wensen jou een heel mooie feestmaand en graag tot volgend jaar. Jullie van hetzelfde.